Goeiedag kijkers van Dutch Game 17, ik ben Walt, zoals je ziet. En vandaag gaan we verder met Assassin's Creed. Assassin's Creed, de tyrannie van koning Washington. Ik moet dat nog steeds een beetje in mijn hoofd, dat ik het goed zeg, deed dat, want het is een best kutnaam eigenlijk. En zoals je ziet heb ik deze gepakt, de vorige keer die lag in zo'n schatkist. En dus kom ik nu achter, als je dus die schatkist hebt pakt, dat je dan van die wapens kan vrijspelen. Dat is echt heel vet. Dit is echt ook weer zo'n uitgebreide DLC. Dat is even wel bruto. Wat de fuck zijn jullie hier aan het doen, jongens? Nee, die ga ik niet aanvallen. Kost mij weer tijd en zo. Wat we nu gaan doen is namelijk naar de missie. De vorige keer hebben we trouwens gechilled. Of nou, niet echt heel veel gechilled. Mijn ma is weer overleden. Het was weer tijd om te overlijden, denk ik, of zo. En ja, dat ging allemaal niet goed. En ik was eigenlijk ook dik dood. En ik heb geen idee waarom ik het eigenlijk overleefd heb. Want koning Washington, die schoot volgens mij twee kogels in mijn... Ergens hier, in mijn tieten ergens. Mijn borsten, mijn tepels of zo. Kogel in je tepel. Super chill. En nog een kogel in je romp met een ander wapen. En daarna stak hij je ook nog. Dus voor mij was dat niet heel erg fijn. Maar op wonderbaarlijke wijze heeft hij dit overleefd. En dit is dus dat wapen die ik nu in mijn hand heb. Heb ik dus gepakt uit zo'n zo'n schatkist. En we gaan hem nu gewoon even testen. Ik heb geen idee. Dat ding ziet er namelijk echt godslomp uit. Hij is ook best wel lomp trouwens. Oh, fuck. Oh, die gasten zijn trouwens wel beter. Oh, wat? Oh, nice. Bam, dood. Oké. Oké, ik verspil nu alweer mijn tijd. Zullen we wegrennen, jongens? Ja, ik heb geen zin meer. Het duurt te lang, jongens. Ik dacht van, ja, misschien gewoon van die makkelijke gasten, maar het duurt me te lang. Natuurlijk kun je niet snel rennen in de sneeuw. Kom ik nu pas achter ook. Die dude die gaat gewoon met paard en al gewoon, ja, fuck the shit. YOLO of zo. Ja, prima, maar je gaat me nooit inhalen. Dat gaat hem niet worden. Zo, en we gaan gewoon voorbij dit kapotte muurtje. Wat is dat daar op de map? Daar ben ik ook gewoon benieuwd naar. Ik ben gewoon naar alles benieuwd. Dus als je denkt, yo Walt, ga nou fucking naar die fucking mountain. Relaxed, ik ga daar dus wel heen. Maar ik moet dit gewoon even checken, jongens. Dit is een nieuwe DLC. Het is vet uitgebreid. Oh, fuck. Het ziet er niet al te vers uit. En wat is dit? Pijlen. Oh, dat is gewoon een chill schatkistje. Maar dit kun je dus ook doen bij van die gasten. Damn, hey, dat is helemaal bevroren. Wat ziek. Oké, maar dus die, dat symbooltje op de kaart. Wat je net een minuut geleden zag. Dat is dus voor schatkistjes en zo. En misschien is het misschien handiger als ik... Misschien is het misschien. Ja, ja. Handiger als ik door de bomen ga. Want dit schiet eigenlijk ook niet echt op. En ik weet niet eens hoe ver het eigenlijk nog is. Ah, oké. We komen al in de buurt. Nice. Oké, die sneeuw die komt gewoon tot aan zijn romp, zowat. Moet wel ook helemaal omhoog. Rachtanatos. Lol, heet niet eens Rachtan. Waarom? Hoe kom ik aan die naam? Ik kijk te veel Kingdom of zo. Maar in ieder geval, Rachiaton of zo. Die, hoe die gast ook heet. Ik noemde gewoon nog steeds Connor hoor. Maar ja, die. Die gast die is ook niet echt warm aangekleed of zo. En het is een beetje raar allemaal gebeurd. En. Ik snap eigenlijk ook het hele verhaal niet, want hij weet nog wel eigenlijk alles... Wow, vette boom trouwens. Maar hij weet nog wel alles wat er is gebeurd toen koning Washington nog ging helpen en zo. En nu heeft koning Washington een soort van scepter in zijn hand of zo, waarmee die iedereen kan ownen. En dus ook Connor. Ja, ja, wel te verstaan. Connor kon die gewoon ownen. Met zijn appel. Want die had magische kracht of zo. En dat zag er best wel bruut uit vorige keer. En ja, zo kan ik... wat is dit? Op L. Wat is dit? Driehoekje. Iets met. Ja, ik ben PlayStation controls gewend, dus ik zeg automatisch driehoekje dan. Maar dat moet ik niet doen, want gevaarlijk moeilijk hard. Wat ben ik trouwens aan het doen? Ik moet hierop. Ja, goed zo. Gelukkig kan Connor dan nog wel gewoon in bomen klimmen en op stenen klimmen. Dat vind ik toch wel weer fijn. En wanneer krijgen we die nieuwe special power waarbij je een wolf in kan zetten ofzo? Of dat je in een adelaar kan veranderen? Dat heb ik trouwens meegekregen uit de trailers. Niet denken dat ik die hele DLC al gespeeld heb, dat is niet waar.
Maar dat heb ik in de trailer opgemaakt. Ik zit trouwens helemaal niet goed. Ik moet het eerst nog naar het uiterlijk betekenen. Naar die man die heel Forever Alone bij het kampvuurtje zit. En we gaan naar je luisteren, jongen. Wat je te vertellen. You are on your own now. How dangerous is it? Each journey to the sky world is unlike any other. For some it is very dangerous. You will find your answers are at the very top of the willow. Cool, ik ben echt benieuwd wat we daarboven helemaal gaan aantreffen. Het is, we moeten takken pakken voor, en dan moeten we dat met water mengen of zo, en dan krijg je een soort van thee en dan kun je niet dood. Zo, zoiets heb ik meegekregen. Oh wacht, kan ik misschien niet beter via dat schorsje verder omhoog? Kijk. Je moet het jezelf zo comfortabel mogelijk maken, jongens. Dat is mijn Uber-tip. Dus denk zo van, oh, dit is lastig en ik vind het moeilijk. Je moet het jezelf zo comfortabel mogelijk maken. En hier moet ik zijn, denk ik. Cool. Ja, van dat hout kun je dus dan thee maken of zo. En dat maakt je dan super sterk en dan ga je niet dood. En we gaan lekker thee zetten, jongens. Ik vind het vet gedaan. Het is niet alleen maar vechten. Wat ik eerst wel dacht op het begin, dat het heel erg actie was. Maar het is ook gewoon even chillen. Beetje in zen en zo. I am sorry, mother. I must speak to Washington. To make sense of this. It is the only way. Oké, dus nu komen we te weten wat er nou echt aan de hand is met Rachtana. Nee, niet gewoon met Rachiaton of zo. Ah, oh, godver. Hij kot gewoon. Oh shit, een laadscherm. Kan ik veel in het laadscherm? Huh? Ik snap het nu al niet meer. Ah, ik weet wat er aan de hand is. We kunnen nu onze wolven gebruiken, wat vet. Wow, wat is dit vet gedaan, jongens. Maar in ieder geval, we kunnen nu dus door die thee te drinken, kunnen we nu wolven gebruiken, denk ik. En ze vallen mij denk ik ook niet meer aan. Is wel relaxed. En waar de fuck gaan we heen, jongens? Het ziet er allemaal vet cool uit. Ojo. Ik vind het echt een van de vetste DLC's die ik heb gespeeld, denk ik. Assassin's Creed was al een vet goede game, maar... Deze Assassin's Creed is gewoon... Deze DLC is gewoon... Ik denk nog wel beter dan de... Nee, dat durf ik niet te zeggen. Oké, eronderdoor. Oké, weer eronderdoor. Oh shit. Raak tijdens het glijden geen stenen aan. Voor de eland. Oké, ik moet met mijn wolven mee dus. Spoor de eland op door de hartslag te luisteren. Oh, hartslag. Ook zag hem al. Lol. Eland, blijf nou gewoon hier, jongen. Volg de wolven. Waar zijn jullie wolven? Ik ga wel zo, want dit is sneller. Dat is echt een gestoorde missie. Maar wel vet, denk ik. Oh, what the fuck. Thuis te glijden moet ik geen stenen raken, jongens. Dat is niet de bedoeling. En ook geen bomen en zo. Ga ik nog wel goed? Ik denk, ik weet echt niet of ik nog goed ga, namelijk. Ah, shit. Niet gehaald. Oké, waar ben je? Moet naar de hart... Oh, moet naar de hartslag luisteren. Huh? Ik snap er helemaal geen drol van. Spoor de eland op door naar hartslag. Wacht, hier.
Ik ga goed, jongens. Oh. Ik ga goed. Damn, dit is lastig hoor. Oh, ik ging wel goed raken. Wat? Nee, dit is die muur waardoor je dan desynchroniseert. Ik kan dat woord echt niet uitspreken. Het spijt me, jongens. Als jullie denken, oh wat, spreek nou eens een keer goed uit. Ik kan het niet. Mijn woordenschat is daardoor gewoon, daarvoor gewoon te klein. Ik zie daar wat. Zag ik daar wat? Nee. Eland, wat de fuck ben je aan het doen? Ik haat elanden. Oh, hier moet ik niet heen. Deze kan met de kop. Nee, ook niet. Ja, welke hartslag dan? Ik voel helemaal geen hartslag. Dan heb ik een hartslag en dan gaat het weer weg. Oh, nu kom ik wel dicht in de buurt trouwens. Oh, ik moest hier op. Ah, daar ben jij. Kom hier. Ja, rotbeest. Ik dacht het duurt eventjes, maar het is nog best wel lang bezig eigenlijk. Ik vind het wel mooi geweest, Assassin's Creed. Ik wil wel weer naar de normale wereld op zich. Ja, tuurlijk, het is bruut, jongens. Het is gewoon bruut. Ik moet gewoon niet zeuren. Ik ben te veel eisend. Moet niet zijn. Ik volg gewoon mijn wolven. Nee, ik volg jullie niet, jongens. Jullie brengen mij in verwarring. Voor mij is het niet zo moeilijk, trouwens. Waar is die fucking eland? Ik ga helemaal verkeerd. Of ging ik wel goed? Nee, ik ga goed. Je merkt het ook aan het scherm dat ik gewoon goed ga. Huh. Serieus, ik begin een beetje te spacen, man. Best wel space in de missie namelijk. Ik krijg gewoon een jeuk van op mijn gezicht en zo. Het is wel awesome gedaan. Waar dan? Fucking eland. Komt tevoorschijn. Ik vind het niet meer leuk. Is het weer weg? Waar is het? Oh, dat hier, het is wel een beetje frustrerend hoor. Kijk, hier kan ik niet heen. Of wel? Lol! Hier, kan hier niet heen. Waarom kan ik hier niet heen, jongens? Ik moet er toch heen, daar zit die eland. Ik zweer het. Waar zijn mijn wolven trouwens? Wolven? Kijk, hoe lang ben ik al bezig? Ah, 14 minuten, ongeveer. Daarboven zit hij, ik zweer het. Eland, ben je daar? Oh, ik zat helemaal verkeerd, joh. Of niet? Ja, daar. Oké, nu kan ik niet meer rennen. Dus dat moet wel goed zijn. Hehe. Oh, what the fuck. Wow. Nice. Ja, als ik kan lopen, dan vind ik dat goed. Wow, kijk hoe die eruit ziet. Wat ga ik nu doen? Om een wolvenmantel te gebruiken. Oh, hij mag mij niet waarnemen. Huh? Ik snap het niet. Oh, wacht, dan kun je gewoon sneller rennen, dat is het. Oké, dan mag ik jou ook wel even villen, of niet? Nee, dat mag niet. Awesome.
spannende wolven. Ik vind het wel wat hebben. Ik vind het vet. Dit is niet zomaar een DLC. Dit zijn gewoon extra gameplay mogelijkheden. Gewoon extra gameplay. Dat is toch vet? Ik vind het echt heel vet gedaan. Gewoon dat je gewoon nog vernieuwende gameplay hebt ook. Ik ben gewoon een blije jongen. Oké. Okay. Ik moet niet te blij worden, want dat ziet er ook weer niet uit. Rachtanatos. Nou, waarom zeg ik die naam weer? Regiaros of zo, ik weet niet hoe je heet. Ik noem je gewoon Connor. Connor, je hebt het koud vast. Oh nee, daar heb je een kleedje weer. Was it just a dream? Could I actually? You best stop moving. Oké, dan gaan we weer ownen, ook prima. Oh, kan ik nu mijn wolfinstinct gebruiken? My tomahawk. They have taken it. I shall enjoy getting it back. Hoe gaan die al die gasten trouwens dood? Oké. Oh, dit is awesome, jongens. Ik kan nu veel sneller iemand aanvallen dan. Maar ja, ik loop hierheen even voor schatkistje. Vind ik tof. Maximaal hoeveel pijlen. Nou, allemaal mooi. Dan gaan we weer verder. Oké, dus als ik in een bosje ben. Oké. Ik doe het niet goed, heb ik het idee. Ik heb het idee dat ik het niet goed doe. Oh, nee, ik gebruik gewoon niet mijn handen hoor, dat is gewoon te mainstream. Of mijn zwaard of mijn mesje, dat is gewoon te mainstream, weet je, dat doe ik niet meer aan. Hier, ik kan jou ook gewoon zonder ownen, dat is geen probleem. Maar moet ik het inhouden? Dat zou ook kunnen natuurlijk. Oké. Okay. Maar ik wil dat doen wat hij net ook deed, ik snap die power nog niet echt. Kan natuurlijk aan mij liggen dat ik gewoon fucking dom ben, maar waarom zie ik hier gastjes op? Oh, daar. Druk op Y om je wolf onzichtbaar een schuilplaats te verlaten. Oké. Oh, wacht. Maar hoe lang kan ik onzichtbaar blijven? Oh wacht, dan zie je mijn held naar beneden gaan. Oh, en als je gezien wordt dan... Oh shit, dan moet ik nu wel stoppen trouwens. Dit is echt awesome jongens. Ik weet nu hoe het werkt. Tof. Tof jongens. Yes jongens. Oké, dan ben je zo bij plaats van bestemming. Oh, niet? Oh, waar ben ik, jongens? Oh. 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 Dit is wel makkelijk. Nou ja, je gaat wel dood, natuurlijk. Daar moet ik wel mee oppassen dat ik mezelf niet ga doden. Hoe doet hij dat dan? Je uitrusting zit niet in deze kist. Oh! Ik dacht, oh joh, ik heb het nu wel gehaald. Maar nee hoor, ik moet nog door. Waar zit die kist? Of daar zit dat kist? Nou, boeiend. Ik wil dat kistje trouwens, ik hoor iets glinsteren. Ik wil het hebben, jongens. Zit het daar boven? Wow, zie die bomen trouwens bewegen? Het ziet er op zich best wel epic uit. Gewoon een random even. Oh, mooi boom. Oké, okay, we gaan verder ownen. Gelukkig gaat mijn held er wel weer bij. Dus daar ben ik wel weer een blij jongen. Ik heb nu trouwens een zwaard. Dus als ik nou gewoon in wolf mode ga. Daar is in mijn kist. Oké, okay, die dude denkt, wat de fuck gebeurt er? Oh, dat was ook weer niet de bedoeling.
Maar ik weet niet, wanneer word je nou of gewoon weer zichtbaar? Dat ben ik wel benieuwd naar. Oh, hier ga ik trouwens even heen. Oh, ook allemaal bevroren en zo, ziet er vet uit. Maar één ding nog, hè. Hoe kan hier sneeuw zijn aan de muren? Dat klopt niet. Of dat is gewoon bevroren ijs of zo, op een of andere manier komt dat hier. Maar je kan nooit sneeuw invallen, dus... Maar dat is weer een detail waar ik dan weer op let. Dat moet ik eigenlijk niet doen. Oké. Ik wil nog meer gasten houden. Ik moet een beetje trainen deze power. Oh, hier zit er ook weer één. Maar, huh? Waar zijn die gasten dan? Nou ja, Brent. Care. We gaan wel die kistjes openmaken. En dan kijken of hier de goeie in zit. Ik ben benieuwd. Ja, ja. Ah, dan is er nog één kistje open. Over. Zit er nog een bad boy? Wel een heel groot paard trouwens. Kijk, die ligt hier al moeilijk lang. Dat zie je ook gewoon dat die ondergesneeuwd is. Epic. Epies. Nou, duurt ook weer best wel lang. Maar ja, Connor is daar wel goed in. En hier moet het wel in zitten, toch? Nice. Nou, dat was het denk ik weer. Ik vond het wel een mooie. Ik vind dit wel een mooi moment om te stoppen. Ik bedank jullie weer voor het kijken. Ik doe dit alvast, want geef deze video als je hem vet vond natuurlijk. Even lekker een groen duimpje, daar worden wij blij van. Abonneer op ons kanaal als je deze video voor het eerst ziet. En je denkt van, nou, ah, Walt is wel een mooie jongen. Gewoon doen, daar worden wij blij van. Verder hebben we nog een Facebook en een Twitter, staat in de beschrijving. Kun je volgen, liken, volgen. Je weet al hoe dat gaat, toch? Allemaal in social media. Dacht het ook. En ik zie jullie de volgende keer weer bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed. Later jongens.